Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij de 16e aflevering van The Beginning. Vandaag gaan we verder met het hele verhaal over hoe ik met YouTube begonnen ben en waar ik nu sta. We zitten midden in Frodo December 2.0, wat betekent dat er dagelijks geüpload wordt. En deze aflevering van The Beginning gaat eigenlijk over het begin van Frodo December. Alle video's die hiervoor zijn geweest. Ik heb namelijk ook het livestreamen weer opgepakt en de allereerste aflevering van de highlights daarvan geüpload. En die kan je nu even zien. Dus dat is grappig. Maar ik ben in ieder geval nu 8 maanden later weer terug. En ik ga het met jullie hebben over de vlogs die afgelopen weekend online zijn gekomen. Verder upload ik de eerste aflevering van mijn nieuwe favoriete serie De Adelaar is geland. Wat gaat er voor de grootste complottheorie aller tijden? En daarvan kunnen jullie even een stukje gaan kijken. Hitler gaf op 12 september 1943 de opdracht aan een paar van zijn beste paratroopers om Mussolini te bevrijden uit zijn gevangenis op een bergtop. En dat lukte. September 12, 1943. German paratroopers snatched Mussolini from his mountaintop prison in Italy. Tot een beetje een schok tot de hele wereld lukte dat. Ook ben ik weer heel erg bezig geweest met het maken van nieuwe vlogs. Omdat het gewoon heel leuk is. En telkens als ik weg ben geweest, dan ging ik weer een nieuwe vlog uploaden. En hier is weer een nieuw stukje van zo'n vlog. Goedemorgen kijkers van Harme Frodo. En welkom bij deze vlogdag. Het is nu de tweede van de 3 dagen dat we er zijn. Ik ben vroeg opgestaan. Maar dat kwam vooral doordat ik mijn wekker van het krantenlopen was vergeten uit te zetten. Dus het is nu 6:15. Lekker Harme. Ook uploadde ik alweer de 8e aflevering van de serie Frodo reageert, waarin ik heb gereageerd op GameMeneer en uitgerekend heb hoeveel abonnees ik zou hebben als ik een Engelstalig YouTube-kanaal zou hebben. Volgens mijn berekening zou er dan uitkomen dat ik dan, als ik Engelstalig was gegaan, 4488 abonnees had. Dus misschien is het een goed voorstel dat Don en ik gewoon samen een Engelstalig YouTube-kanaal gaan beginnen. Verder maakte ik 2 diss tracks. Als eerste maakte ik de eindfinale, de laatste diss track over Team en GameStop. En GameStop is gefaald. Vind je dat ik overdrijf? Alles begon met GTA 5. Toen deden jullie nog met groepsopnames mee. Vroeger allemaal nog verliefd op Kingdom 2. En GameStop was te groot. Ik heb je in de gaten. Van Martje tot Remco en Stan. Zelfs Ludo heb je verlaten. En als tweede maakte ik de diss track Echte mensen die vragen Frodo vaardig tegen Noah Sandbrink. Fakka Noah, daar ben ik weer. 1 jaar later, dat is deze keer. Duizenden fans die vroegen om meer. Elke dag in de comments, wanneer komt die Noah weer? Hij noemt zich een heer, ik haal je neer. Toch weer op keer kijkt hij op me neer. Als je echt zo stoer bent om te praten, deel dan ook je resultaten. Is het YouTube echt wel waard om die comments hier te laten? Ook upload ik de 2e aflevering van de serie Haar Meme Frodo, jouw favoriete memeshow. We are in the endgame now. Ik 229 abonnees, je hebt er 2286 abonnees. Ik weet echt niet wanneer je deze gemaakt hebt, maar ik heb ondertussen echt heel veel meer abonnees dan 229. Misschien ga ik hem wel inhalen, maar we zijn echt totaal niet in die endgame voor iedereen. En de eerste aflevering van mijn gloednieuwe wekelijkse serie Mannen lezen de vrouw, die na deze maand verder gaat, elke woensdag om 4 uur. En daar kan je nu even een stukje van zien. Ja, de allereerste aflevering van mijn gloednieuwe serie Mannen lezen de vrouw. De vrouw is een blad van de Telegraaf, wat elke zaterdag meekomt met de krant De Telegraaf. Staat er trouwens ook boven, elke zaterdag bij De Telegraaf. Zo. Verder heb ik 2 vlogs geüpload met Noah. Waarvan de eerste gaat over Noah die niet gelooft in de Bermuda-driehoek. Ik zal zien of zo. Oh, maar dan gaan we toch even zo staan of zo? Nee, maar dat is niet zo handig, want dan zie je andere mensen. Kom, we gaan wel zo staan. Hoi, wil je nog wat vertellen? Dat is best wel een standpunt. Ik dacht door de overheid.
En de Bermuda-driehoek? De Bermuda-driehoek bestaat niet. En de tweede video die gaat over Noah, die niet family-friendly is in de vlog. Nee, het is goed zo. Top. Zijn we al aan het opnemen? Ja. Nice. Ja. Top. Ja, ik heb mijn Instagram-naam dus veranderd. Het is nu Stamboekvuur. Ook uploadde ik opnieuw een video over de videoarts, terwijl eigenlijk iedereen dat hele onderwerp al heeft losgelaten en dat weer in maart volgend jaar of zo omhoog gaat komen. En de tweede aflevering van Mannen lezen de vrouw heb ik ook gemaakt. Daar kan je weer een stukje van zien. Hoi en welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Mannen lezen de vrouw. Het is natuurlijk vrijdag en elke vrijdag om 4 uur is er weer een gloednieuwe aflevering van Mannen lezen de vrouw. En ik ben weer terug geweest bij het Nationaal Militair Museum, waar ik ongeveer al 5 keer ben geweest in de vlogs. En van die vlogs en zo heb ik een toffe trailer gemaakt en die kunnen jullie nu even zien. Hallo en welkom bij de 8e aflevering van Geschiedenisvlog On Tour. We gaan vandaag een beetje rondkijken in een museum en we gaan ook een beetje kijken bij het Science for Humanity programma. Kijkers van Harme Frodo en welkom bij deze gloednieuwe vlog. Vandaag zijn we opnieuw bij het Nationaal Militair Museum. En hetzelfde gold eigenlijk voor de Gremlinie, waar ik ook weer sinds 2016 een stuk of 8 keer ben geweest in vlogs. En daar ben ik ook weer terug geweest. Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij deze gloednieuwe video. 3 jaar geleden hebben we hier opgenomen bij de Gremlinie voor de On Tour serie. Vandaag zijn we hier terug om te kijken wat er in die 3 jaar veranderd is. En van al deze toffe video's kan je nu nog even een lange compilatie zien. En de Bermuda-driehoek? Bermuda-driehoek bestaat niet. Hier in de vlog. Nee, kut vlog. Nee, het is een hele leuke vlog. Er zijn afgelopen weekend 2 vlogs online gekomen. En hij werd bevrijd overgevlogen naar Berlijn, waar hij werd verenigd met zijn familie en wat andere fascisten. En na vandaag zijn we klaar. Vandaag zijn de allerlaatste 2 toetsen, godsdienst en Nederlands. En als we die hebben gemaakt, is het officieel vakant. Op dit moment zijn de meeste tenten nog dicht, maar je ziet al wel mensen lopen. En vandaag gaan we reageren op best wel een hele bijzondere video. Jamie Lee heeft namelijk een video gemaakt waarin hij heeft uitgerekend hoeveel abonnees hij heeft. En dat we samen bundelen onze abonnees. Marnik Jonge, wat ben jij als persoon? Alles begon met amnesia en Hearthstone. Aan het begin door iedereen geweigerd, zelfs Dondi zei nee. Epic Mod, daar begon je bekendheid mee. Waarom moet je onder mijn haatserie haten? Ik dacht een sukkel als jij die zal ik wel laten. Jij denkt dat je stoer bent, maar bent alleen zonder je maten. Niemand luistert naar je verhalen voordat ik erover praat. Jij denkt dat je stoer bent, nu je opnieuw op me haat. Hallo kijkers van Arme Frodo. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Arme Frodo. Jouw favoriete middenwijze. Make fun your brain. Tell you what happens. Gezien is dit blog ingedeeld in 3 delen. In 4 delen eigenlijk. STAN, HOLT, VLUVER.
verhaal hoe het nu een beetje zit is toch een beetje teleurstellend. Omdat heel veel YouTubers vlak voor Viet er weer over beginnen. En na Viet het eigenlijk weer één video over maken over wat ze gewonnen hebben of een vlog uploaden. Voor de mensen die de vorige aflevering nog niet gezien hebben. Ik zou over deze kijken. De keer dat ik hier was is namelijk echt al heel lang geleden. Maar dit is toch wel net als wat er allemaal veranderd is. Niks zal zien. Oh, maar dan gaan we toch even zo staan of zo? Van bijna 5000. Dan voegen we wel allebei. En dat zouden dus eigenlijk de abonnees zijn die ik zou hebben als ik Engelstalig zou zijn gegaan. En volgens het boek brengt dit Hitler op het idee om hetzelfde te doen bij Winston Churchill. Inspired by the rescue of his ally, Hitler ordered an even more daring bid to capture his greatest enemy. Nummer 1 series is Wat Jullie Deden. Livestreamen begon voor jou al 3 jaar geleden. Een serie was populair, maar in Tokio alleen. 150.000 views op aflevering 1. Ik steek uren in de vlog waar je altijd over praat. Na alles toch niet dankbaar. Dat is alle haat. Laat maar, jouw favoriete show. Ik voel me nog wel maar is dat hele ding met de televisie en Make My Break en als je helemaal fout zijn. Mode en beauty. Nep. Man, nep. Is gewoon een leven. Ja, die zie je niet. Wat zei je? Brown Springer. En dan is het weer klaar voor dat jaar. En dan volgend jaar vlak voor Viet weer ja, wij willen winnen. Allemaal een beetje scheef natuurlijk. In deze video wil ik een paar dingen die nieuw zijn over Viet even met jullie behandelen. En de Bermuda-driehoek? Bermuda-driehoek bestaat niet. Black